ontbijt op bed, jongens. Boterhammetje met jam en koffie. En even Wie is de Mol nog trekken. Oké. Okay. Vandaag wordt het lekker lopen, dus er is zeg maar geen kans op geen regen. Echt prettig. Het is wel echt een vette kleurcombinatie, dus we gaan met deze. Wordt wel lekker vies vandaag. Oké, we hebben 5 flesjes van water bij de Albert Heijn haal ik die. Deze hebben niet de chillen tuitjes, maar die waren er even niet. Dus ik moet het hier maar even doen. Die gaan we vullen met Morten Mix. En elke 5 kilometer voeding oefenen. Dus let's go. Oké, deze dopjes werken niet, man. Je kan ze niet afhalen. En het gaatje is echt te klein. Dus plan B. Het worden bidons. Oké, nog wat schone kleding voor daarna meegenomen, want het wordt natuurlijk echt super nat. Alle voeding gaat mee. En niet te vergeten, hartslagband voor de meting, want dit is echt een training om te meten, dus die moet ook mee. Oh, ik moet wel toegeven, ik werd wakker vannacht en mijn neus zat helemaal verstopt. Het is nu wat meer vrij, dus ik kan een beetje ademhalen, maar ja, samen met deze condities ben ik niet in optimale vorm. Het mooie wel is, vorig jaar heb ik deze wedstrijd ook gedaan, maar toen was het precies dezelfde weersomstandigheden. Dus we kunnen het wel een beetje vergelijken. Ja, condities zijn echt slecht. Regen de hele tijd, storm. Maar goed, ja, het is gelukkig maar een test en niet de wedstrijd zelf. Wat ik nog even ga doen is, ik ga mijn haar even wassen, zodat er geen gel in zit. Want ik heb vaker gehad dat echt het helemaal in mijn ogen kwam, rode ogen. Ja, super hinderlijk. Dus even eerst mijn haar wassen nog, zodat er gewoon nul gel in zit. Want hoe dan ook word ik doorweekt. Dus geen risico nemen. Hè, iets minder model, maar in ieder geval wel geen pijn in mijn ogen. Kijk, dit wordt hem. Mijn broer gaat mij helpen met fietsen. Dankjewel. Met deze prachtige bike. Hij is nu niet zwaar. Hij is niet zwaar, dus dat scheelt. Kijk, we gaan inlopen richting de sportzaal. Vanaf een kilometer of 2. Even een nummertje ophalen. Dus we gaan ervoor, jongens. Ik heb daar ook een poncho. Nummertje ophalen in deze zaal. Gelukkig konden we even naar binnen, want het regent super erg. Echt irritant, maar goed. Na het ophalen van het nummer kon ik naar de start toe gaan. Daar moest ik nog even verzamelen. En het was echt koud. Dus ik heb daar een tijdje gestaan en ik was wel redelijk onderkoeld. En we gaan van start. Om me heen had ik al gevraagd of er mensen zijn die mijn tempo lopen. Maar dat waren er eigenlijk geen. Het zal dus een solo race worden. Dit is ongeveer kilometer 3 en er lopen 2 mensen voor me. Eén daarvan weet ik dat hij de halve marathon loopt. En die zei dat hij hem op 3:17 wilde lopen, dus die moest ik laten gaan. En de jongen die nu voor me loopt in het witte shirtje, ik wist niet precies wat hij ging lopen, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat hij ook de halve zal lopen, want hij ging flink hard. Ik denk, nou, ik laat hem wel gaan en ik zie wel hoe het loopt. Dit eerste deel was allemaal wind mee, dus we liepen hier flink door. Ik denk dat ik ongeveer rond 3:18 gemiddeld aan het lopen was. Mijn eerste split van 5 kilometer vanuit Strava, zeg ik er even bij, was op 16:33, wat dus een 3:18 is. Kilometer 19 en 11 begonnen echt heftig tegen de wind in te gaan, dus dat merkte je heel erg. En dat waren ook kilometers van soms 3:33. Mijn tweede split, dus uiteindelijk tot de 10 kilometer, was een stuk langzamer. Dat was op 3:24 en op dat moment had ik ook veel wind tegen. Op die momenten kon ik op zich harder door, maar ik heb bij mezelf gedacht, oké, ik kan beter niet te veel pushen, want het moet voelen als een marathontraining. Dus gewoon even de pace iets omlaag, want deze omstandigheden zijn hopelijk niet als ik de marathon zelf doe. Daarna is er een 5 kilometer van 17 minuut 16, wat 3:27 pace is. En dat is tot en met 15. Ik denk dat we hier ongeveer op kilometer 16:17 lopen, gok ik. Dit deel was vol wind tegen. Op de beelden zien het minder heftig dan dat het echt was. De tempo's aanhouden was nog te doen. Maar ik wilde, zoals ik net ook al zei, niet te veel pushen. Dus tempo iets aanpassen en misschien dadelijk weer een beetje met de wind meevaren. We gaan hier met de bocht mee naar links en aan het eind van deze weg splitsen de halve marathon en de 30 kilometer wegen.
Ik loop nog sterk, pas zit er goed in. Ik heb het wel koud. Ik merk dat het dat eigenlijk de kou op mijn lichaam, mijn armen, mijn gezicht. Ik kan moeilijk praten met de fietser, Flores, mijn broer. Want mijn gezicht is een beetje vast van de wind en de nattigheid. En ja, het voelt wel ellendig aan. Dankjewel. Hey! Oké, rechtsaf Emiel. 30 kilometer. Hey! Nou, Floris heeft er gelukkig nog zin in, want nu komt echt een heftig stuk. We hebben een voorfietser erbij. Die was bij de eerste persoon die de halve marathon was aan het fietsen. En die ging nu met mij mee de afslag richting de 30 kilometer. En dit moment is heftig. Dit is super wind tegen. Het is heel erg zwaar en kou. Ik heb kou op mijn lichaam. Het gekke van alles is dat mijn hartslag later in de wedstrijd lager is dan de daarvoor. Dus ik merk gewoon dat mijn lichaam verkoeld raakt. Mijn hartslag en mijn conditie is dus echt goed. Alleen ik merk dat ik door de wind het moeilijk vind om toch daar doorheen te komen. Wel apart, want uiteindelijk zou je toch zeggen, ja, dan kan je gewoon harder lopen. Maar ik merkte dat mijn hartslag lager werd en ik liet het ook een beetje gaan, want ik wilde het niet te veel pushen. Ik zat wel echt in mijn gedachten van, hoe krijg je voor elkaar om dus op zo'n slechte dag een wedstrijd uit te kiezen om dit te testen? Maar goed, uiteindelijk voelde ik me heel sterk. Vorig jaar op dit moment voelde ik me veel, veel zwakker en het weer was toen slecht, maar echt niet zo slecht als dit. Dus het gaf me ook wel goede hoop dat ik eigenlijk best wel lekker bezig was. Ondanks dat loop ik op deze weg toch een kilometer van 3 minuten 40. We komen het dorpje Oude Leden in en we hebben een keertje weer niet volle wind tegen. Nu is het wind van de zij, dus het was wel heel even prettig om na echt voor mij 2 kilometer vol wind tegen te hebben, even geen wind, in ieder geval vol tegen te krijgen. We komen bijna bij de volgende splitmoment. Dat is de volgende 5 kilometer. En dat is de langzaamste die ik heb gelopen. Het was ook wel echt het meeste tegenwind. En het is natuurlijk op een best wel pittig moment. Tussen 15 en 20 heb ik een 17 minuut 33 gelopen. Wat een 3:30 pace gemiddeld is. Dus ja, het was een pittige. Maar op dat moment dacht ik, oké, vorige keer toen ik hier was voelde ik me een stuk meer ellendig. En ik liep ongeveer nog op dezelfde tempo. Want gemiddeld liep ik nog op 3:23 omdat ik in het begin wel behoorlijk door had gelopen. Ik liep toen 16:33 de eerste wat 3:18 is en 17 minuut blank wat 3:24 is. Wat betekent dat ik gemiddeld dus bij de eerste 10 kilometer wel veel marge heb gehaald. Daarbij komt natuurlijk ook dat ik dacht, ja, als ik zoveel wind tegen heb in deze 5 kilometer, dan zal het een moment komen dat ik ook wel weer heel veel wind mee ga krijgen. En gelukkig gaat dat ook gebeuren, want we gaan hier zo de bocht om en ik voel een soort bevrijding van, oké, er is iets meer wind mee, want het was wel echt heftig. Die verwachten ze niet, geloof ik. Huh? Dit waterpunt verwachten ze nog niet. Kom goed! Ja, te laat. Dit was wel een grappig moment, want ik kwam iets sneller dan dat ze hadden verwacht dat ik zou komen. Dus ja, kijk, ik hoef geen water, want ik heb een eigen voeding bij me, dus dat scheelt. Maar het was wel grappig. De voorfietser was ook aan het schreeuwen en ze zaten daar, en terecht overigens, in de auto te schuilen voor de regen. En ja, ze verwachten niet dat er iemand op rond deze tijd ook langs komt rennen. Maar geen zorgen, ik kreeg aanmoedigingen vanuit de auto en ik had mijn eigen voeding bij me, dus helemaal prima. Je weet het, jongen, bijten, hou vol. We liepen hier op kilometer 23 en vooral de wind, de regen en de natheid deed ja, een beetje pijn. Dus het voelde echt als steken op mijn lichaam en de bochten om waren moeizaam. Het gekke is dat de tempo ging op zich goed. Ik voelde me ook niet echt vermoeid, maar het was wel zwaar door de regen. De kou, elke keer was ik eigenlijk bang dat ik weer een windvlaag kreeg. Niet omdat ik dan wind tegen hoefde te lopen, maar omdat het gewoon echt pijn deed van de kou op mijn armen, op mijn benen, op mijn gezicht. En ja, dat is op zich wel heel apart.
Ik moet zeggen dat dit ook niet een heel inspirerend stukje was om te lopen door de prachtige industrieterreinen heen. Maar we gingen lekker verder en ik dacht, nou, op zich zijn we er bijna. Ik voel me nog wel aardig. Alleen wil ik wel graag binnen zijn, puur voor de kou. Ik wil een handdoek, man. Een handdoek en een dekentje. Och. We zijn hier op kilometer 24. Mijn cadans is mooi, mijn houding is goed. Ik loop gewoon nog sterk. Ik voel me eigenlijk ook nog wel sterk. Alleen wat ik net al zei, ik voel me super koud. Een vreemd gevoel, omdat je meestal gewoon het super warm hebt. Maar nu had ik het eigenlijk gewoon heel erg koud door die wind en de regen. Ondertussen is Christian bij de finish aan het wachten. Nou, dan zie je ook duidelijk hoe het stormt. Kilometer 25 heb ik gelopen in 3 minuten 18, dus je ziet dat het tempo flink omhoog gaat. We naderen het 25 kilometer punt en ik heb een splittijd van 5 kilometer in 16 minuten 56, wat 3:23 pace is. Dus we zijn weer lekker op tempo. Super om te lopen en het voelt ook gewoon goed met de wind ietsje in de rug. En hier komen we op een bijzonder moment van het parcours, want de halve marathon mensen die zijn hier nog aan het lopen. Dus ik loop eigenlijk tussen de mensen die aan het einde van de halve marathon aan het lopen zijn. En dat is soms even schrikken, want dan kom ik best hard langs lopen. Maar over het algemeen gaat het goed, klein beetje zigzaggend. En wat ik ook heel vet vond is, ik ben veel aangemoedigd. Dus veel mensen herkenden me, ze konden mijn naam niet lezen. Dus ik weet dat ze het niet hebben gelezen van de voorkant. Dus heel tof om dat te horen. Hartstikke bedankt voor de aanmoedigingen. En ik moet wel zeggen, een beetje die mensen om me heen voelden ook wel prettig, omdat ik echt al 25 kilometer alleen heb gelopen, is het ook wel fijn om wat mensen om me heen te hebben en ze inhalen is natuurlijk altijd wel leuk. Op dit moment moeten de halve marathon mensen gelijk linksaf en ik mag nog een stukje rechtdoor. Dus ik loop netjes rechtdoor, nog een lusje extra om uiteindelijk de 30 kilometer te kunnen voltooien. Dit is overigens de start en finish van vorig jaar. Ik sluit me weer aan bij de mensen die de halve marathon aan het lopen zijn. Dus ik ben weer terug bij dat lusje. En ik merk dat ik echt aan het versnellen ben. Dus kilometer 26 was in 3 minuten 20. Kilometer 27 was in 3 minuten 20. En kilometer 28 was zelfs in 3 minuten 10. Dus ik merk, het mensen om me heen geven me ook wel wat extra energie om een stukje door te lopen. En op zich, iedereen ging netjes aan de kant, dus dat was wel fijn. Bedankt daarvoor. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat gebeurt hier opeens? Bedankt voor de aanmoedigingen. Hier komt nog een bijzonder moment. Deze auto die komt het fietspad op. Dat vond ik al een bijzonder moment. Op een gegeven moment ging ik dus naar rechts. Je ziet me hier naar rechts gaan. Om vervolgens nog een auto in te halen. Want ik weet niet wat hij daar aan het doen was. Maar die was dus heel langzaam aan het rijden. Nou, dat ging op zich goed. Dus ik kwam er langs. Uiteindelijk wilde hij me rechts dan weer in gaan halen. Nou, ik heb gelukkig oogcontact en ik kan naar rechts toe gaan. Maar dit was bijzonder. Ik weet ook niet echt wat hij op de weg deed hier zo. Dus goed. In ieder geval, dit soort dingen heb je af en toe. Het zit erbij. We gaan onder de tunnel door. De support tunnel. Hier zitten allemaal mensen te supporten. Kijk, hoppa. Hartstikke fijn. Dankjewel daarvoor. Ik ga door de grootste plas heen die ik kon vinden. Ik weet niet waarom, maar ik zag hem niet. Het is echt bizar. Dus hier was ik, als ik al doorweekt was, nooit nog meer. 1, 2, 3, flats, 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 flats. Dat is echt wel een We lopen lekker door, krijgen goed support. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. Ik merk, mijn tempo gaat omhoog. Ik blijf steady lopen en ik voel me nog echt goed. Passeer deze meneer, die snapt het even niet. Die dacht dat ik opeens ging versnellen op de halve. Dus die werd even gecorrigeerd door de lopers eromheen. Die dacht dat ik aan het eind opeens een eindsprint ging doen. Goed, we gaan weer lekker door. We gaan weer lekker door. En het voelt nog steeds hartstikke goed. De wind is hier nog steeds een stukje mee, dus dat is prettig. We komen nu wel echt aan het eind van de wedstrijd. Ik heb net een kilometer gelopen van 3:14. Dus we lopen echt goed door.
Het einde is in zicht en met de support van de mensen die aan het lopen zijn, moet ik zeggen dat ik redelijk richting de finish word gedragen. Houding is nog steeds netjes, ik loop er goed bij, nog niet helemaal ingezakt en ja, vooral alleen nog steeds heel erg koud. We zijn er nu echt bijna. Ik hoor de speakers omroepen, dus dat is op zich altijd ook wel motiverend. We zijn er bijna. We lopen nog door. Het is het fietspad rechtdoor. Twee keer naar links en dan zijn we er. Nou, zoals je ziet is het bochtje. Ik denk, ik neem geen risico, man. Er ligt hier zoveel modder. Dus een langzaam bochtje. Ik dacht, bekijkbaar. Ik ga lekker rustig het bochtje door. En aan het eind hier zo ook nog een klein bochtje. We naderen nu echt de finish. Het is naar links, naar rechts en dan zijn we er. En dan kan ik eindelijk een handdoek en een dekentje gebruiken, want het is echt koud. Heerlijk gelopen. Goed gedaan. Ik denk zeker voor deze omstandigheden voelt het echt heel goed. Eerste plek bij de 30 kilometer, wat natuurlijk altijd super vet is. En Krisha stond me op te wachten om me te omarmen. Dus dat is altijd een super mooi einde. Floris kon de camera niet meer houden van de kou, dus die botste tegenaan. En ik heb het zo koud, wajo. En naar binnen dan, rennen dan! Zo koud dat ik gewoon nog verder ga rennen na die 30 kilometer om naar binnen te gaan, want het is zo koud. Nou, dat is hem jongens. Weer eerste geworden. 30 kilometer. Het was koud. Maar iets op tempo 3.23 gelopen. 3.24 ongeveer. Dus gewoon prima. Maar dat was zulke harde wind. Ik heb nog nooit een wedstrijd gehad met zoveel harde wind tegen. Dus uiteindelijk wel tevreden. De vorm is goed. Benen voelen ook goed. Dus very good. Mooie beker overhandigen. Dan weer naar de 30 kilometer. 1:42:23. Ja, is mooi. Hier staat hij, de winnaar. Hartstikke leuk. Mooie prijs. Deze kanje was nog derde geworden. Gefeliciteerd Edwin. En dit was hem jongens. Ik heb hem even snel opgenomen, want ik ga ook nog uit eten. Dus even pap, snelle review over de race, want ik dacht ik wil hem er wel even snel uit hebben. Bedankt voor het kijken. Het was een pittige, maar wel een hele leuke marathontest. Mooie eerste plek van de Lansinger Landloop. En uiteindelijk heel tevreden met het resultaat. Ik ga lekker eten. Pizza, zoals ik altijd eet. En heel even bijkomen van deze dag, want het was toch wel pittig met het weer. Maar heel erg tevreden. Hartstikke bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor alle support. En ik zie jullie bij de volgende video. Like, subscribe en allemaal dat soort dingen.